De World Wildlife Fund Guyana's heeft in samenwerking met Stichting Surisuur en het Nola Hatterman Art Academy de Earth Hour Plastic Art Project gelanceerd. Tijdens dit project zullen kinderen en jongeren de komende weken werken aan kunstwerken van plastic afval om aandacht te vragen voor het probleem van plastic vervuiling. Sunil Puljoen, coördinator Nola Hatterman Art Academy, geeft aan dat wij als ouderen de taak hebben om het goede voorbeeld te geven aan de volgende generatie. Als wij als ouderen niet ervoor zorgen dat we een schone, een milieuvriendelijke omgeving kunnen creëren, dan heb je eigenlijk als ouder niks gedaan. Dus in grote lijnen komt het erop neer dat wij als ouderen die goede voorbeeld moeten kunnen geven aan kinderen. Op het moment dat je de kinderen die goede voorbeeld kan geven, dan ga je zelf zien van dat de jonge generatie weer anders erover gaat denken dan de generatie die wij nu hebben. En ook de generatie eigenlijk voor ons eigenlijk geen goede voorbeeld hebben gegeven. Want er zijn dingen die heel simpel zijn op te lossen. Maar dat gebeurt niet. Als we kijken, dan praat ik even meer over als kunstenaar. Hè. Dat er zoveel gedaan kan worden met restmateriaal. Het Plastic Art Project staat in het teken van Earth Hour, de jaarlijkse wereldwijde campagne van WWF die dit jaar op 26 maart plaatsvindt. Tijdens Earth Hour wordt aandacht gevraagd voor de kwetsbare natuur op aarde. Tussen 8:30 en 9:30 s'avonds lokale tijd doen wereldwijd miljoenen mensen een uur het licht uit als signaal dat we beter met de aarde moeten omgaan. WWF Guyana's richt zich dit jaar met Earth Hour op plastic vervuiling dat een steeds groter gevaar vormt voor het leven op aarde. Ook in Suriname is plastic afval sterk toegenomen. Veel plastic belandt via de rivieren in de oceaan waar het verstrekkende gevolgen heeft voor het leven. Zo hebben wereldwijd 52% van zeeschildpadden plastic in hun maag. Ook de gezondheid van de mens loopt gevaar, doordat wij plastic binnenkrijgen via visconsumptie. Het verantwoordelijkheidsgevoel over wat er gebeurt met ons afval moet daarom volgens Glem Ranjan, voorzitter van Stichting Surisuur, beter op gang komen. En ook de beleidsmakers, toch? Begin eigenlijk met sancties of op te treden tegen vervuilers. Want we zijn al jaren mee bezig en we praten maar en we doen voorlichting, we trainingen. Maar we zien de verandering heel weinig eigenlijk gebeuren, vooral met zwerfafval. En we moeten daar eindelijk een keertje mee gaan starten. Dus de bevolking zelf, verantwoordelijkheidsgevoel, gedraag je. Gooi je dingen op straat, houd bij je. Als je thuis bent, gooi je dat in een vuilniston. En als je plastic afval hebt, we hebben die recycle bins, breng het naar zo'n recycle bin. Het kan gerecycled worden, waarbij het eigenlijk een circulaire systeem kan ontstaan. Volgens Dylan de Gruil, Communications Manager WWF Guyana's, moet de bewustzijn niet alleen komen van organisaties. Dit kan ook geschieden van persoon tot persoon. Heel veel Surinamers die weten dat al en die gedragen zich er ook naar, maar heel veel ook niet. En tegen die Surinamers zou ik ook willen zeggen van inspireer anderen ook mensen en stimuleer ze ook om te zorgen dat we met z'n allen dit probleem kunnen oplossen. Want eigenlijk is het heel makkelijk als we met z'n allen geen plastic meer op straat gooien, hebben we dit probleem ook niet en dan is het opgelost. En daarom is zo'n Earth Hour zo belangrijk, dat we echt met awareness en met gedragsverandering kunnen dat voor elkaar krijgen.